Deze beschouwing, die is nu in de tijd van het coronavirus. En het is nu 19 maart 2020. Ik heb net een gesprek gehad over internet met Kenny. Die heet helemaal geen Kenny. Maar dat terzijde. En Mira, van Talk to Mira. Dat is een leuk gesprek geworden. En Mira, die maakt zich zorgen. Die is echt bang. Dat vind ik ontzettend zielig. En toen ik vanmiddag in de bus naar huis zat, zat ik met een collega. Ja, het begon ermee dat ik bij de bushalte zat te wachten op het bankje met mijn bedrijfskoffie. Best lekker, latte macchiato. Met extra sterk en extra suiker. En het was best lekker weer. En ze kwam eraan lopen en de gezicht die stond echt op een donderwolk. Terwijl ik met haar altijd heel erg moest lachen. En toen zag ze mij en toen was er nog steeds geen verandering in haar gezicht. Ik dacht, wat krijgen we nou? En toen ging ze zitten en toen slaakte ze een zucht. En toen kwam er een klacht over haar lippen. En toen die klacht eruit was, toen keek ze naar mij. En toen moest ze even glimlachen. Van ja, nou ja, het hoge woord is nu gezegd. En hoe gaat het met jou? Ik zei ook tegen haar, wat was dat voor een donderwolk op jouw gezicht? Oh, zei ze. Ik raak gewoon in paniek. Heel zielig. Het is ook niet gek natuurlijk, hè? En deze twee personen zijn allebei vrouwen. En ik denk dat vrouwen ook ontvankelijker zijn voor paniek in deze situatie. Met al die rare maatregelen. En al die paniek en al die stress. En dan weer dit en dan weer dat. Ze hebben bijvoorbeeld de busregeling teruggeschroefd naar de regeling die normaal gesproken is als het kerst is. Maar ja, dat krijgen wij niet te horen. Dat wordt maar even afgekondigd. En dat merk je dan vanzelf wel als je zit te wachten op de bus en die komt niet. Dat had ik gisteren. En mij maak je daar de urine niet lauw mee. Ik had het omdat die bus 1 minuut, of toen de bus 1 minuut te laat was, als het ware. Toen dacht ik al, oh, die komt niet. Ze hebben de dienstregeling aangepast. En dat was ook zo. Ja, ze maken mij de pis niet lauw. Maar zij krijgt dan last van paniek. En toen zij dus vanmorgen op haar werk kwam, of dat was, nee, dat was gisteren. Dan kreeg ze in ene te horen dat dit ging gebeuren en dat ging gebeuren. En ze moest zo gaan doen en dit gaan doen. En dan zei ze, ja, en dat wordt dan allemaal maar besloten. En ik krijg dat dan te horen als ik binnen ben gekomen net. Ik kan dat niet.
ja, in overleg. Nou, het antwoord is, dat kan in overleg. Natuurlijk kan het in overleg. Maar dat gebeurt niet, want iedereen is in paniek. Ja, dan moet nu gelijk. Er is een gebouw waar zij normaal gesproken schoonmaakt. Leeggeruimd. En volgezet met bedden. Voor de zieken. En zij denkt, waarom? Waarom? Wat gaat er gebeuren? Heel angstig. En Mira vandaag ook. Ze zei letterlijk, ik word er moe van. En dat is geen goed teken. Want dat betekent dat haar afweersysteem, haar lichamelijke afweersysteem, dat dat minder aan het functioneren is. Dat moet je niet hebben in een tijd als deze. Ja, niet dat het coronavirus nou in de lucht zit en dat ze daar ziek van wordt. Nee, je moest eens weten wat voor microben en ellende er door de lucht gaat en in het water zit en in het voedsel zit en er overal troep in. En dat is normaal, dat is helemaal niet erg. Maar ben je verzwakt? Oh, je is ziek. En ze is de afgelopen 3 maanden al 3 keer ziek geweest. Zo ziek dat ze naar de dokter moest. Geen corona-diagnose, maar wel zo ziek dat ze naar de dokter moest. En een hele hoge koorts. En haar kinderen ook. Heel zielig, vind ik dat. Ik heb te doen met de mensen. Kijk, de totaliteit van de mensen, ons loslaten van de moraal. We hebben de moraal opgegeven en we hebben gekozen voor de vrije wil. Nou, die keuze op dat algemene niveau van de mensheid. En vervolgens dat de mensheid dan dit drama over zich krijgt. Met dat geheel van de mensen heb ik geen medelijden. Want ik denk, ja, dat kan niet anders. Wat denk je nou zelf? He, dan, he, tegen die, al die mensen dan. He. Je geeft je moraal op. En dan loopt de boel uit de hand. Ja, vind je het gek? En mensen zijn slecht. Allemaal, zonder meer, altijd geweest. En de oplossing is dat ieder mens zijn eigen slechtheid in bedwang houdt. En een handboek daarbij is de Bijbel. Ik zeg een handboek. Ik vind het beste handboek. En ik denk dat ik gelijk heb. Het punt is, het is niet de tijd om daar moeilijk over te gaan lopen doen nu.
Het belangrijkste is dat die moraal is losgelaten. Want de moraal overstijgt de woorden, boeken van de Bijbel. De Bijbel is een geschiedschrijving met daardoorheen de moraal gevlochten. En die geschiedschrijving is gestopt in het jaar 100 ongeveer. Dat is alweer 2000 jaar geleden. En straks is het 3000 jaar geleden. En nog weer daarna is het 4000 jaar geleden. En de Bijbel zal in die zin als geschiedschrijving steeds meer waarde gaan verliezen. En dat hiaat zal ingevuld worden met nieuwe boeken van die kwaliteit. En op dit moment is dat niet. Er zijn geen boeken die op dat niveau vertellen over de moraal. Dus nu is het dan de Bijbel. En wij hebben de Bijbel weggezet bij de rest van het rariteitenkabinet. En dat is een hele domme zet geweest. En dan kan jij er tegenin brengen van ja, maar al die gelovigen met hun bijbeldiensten elke zondag. Nou, en dan een beetje psalmen zingen en alsof dat leuk is. En ik snap niet waar dat op slaat. Maar dat is uiterlijkheid. In de Bijbel staat niet dat je elke zondag in een gebouwtje moet gaan zitten met z'n allen en dat één iemand moet uitkiezen welke psalmen je gaat zingen. Dat staat niet in de Bijbel. Dat zijn gewoontes die mensen zichzelf hebben aangeleerd. En met die gewoontes hebben de mensen hun kinderen verveeld. Heel veel kinderen hebben zich ongelooflijk verveeld tijdens kerkdiensten. Dat hadden die ouders niet mogen doen. Dat is kindermishandeling. Hele kwalijke kindermishandeling, want veel van die mensen die zich helemaal stierlijk verveeld hebben in de kerk, die hebben toen dat hele geloofsgebeuren de rug toegekeerd en zijn van armoede darwinist geworden. Of atheïst. Of nihilist. Of iemand die zegt, het interesseert me helemaal niet, ik wil gewoon lekker veel seks en drank. En lekker veel geld. Ik zorg zelf wel voor mijn eigen leven. Dus je kan zeggen dat die dwangmatige bijbeloplegging die heeft plaatsgevonden. En dat is gebeurd. Dat heeft een averechts effect gehad. Kijk, ons bestaan is veroorzaakt. En daarmee, als wij dat onder ogen zien, dan zien wij ook dat die veroorzaker, en die wordt in de Bijbel genoemd
als eerste Elohim. Dat is een mooi Hebreeuws woord. Ik vind zelf de mooiste vertaling van Elohim in Nederlands, vind ik krachtenveld. Dat krachtenveld, of God, de machtige, heeft ons geschapen noodzakelijk geschapen. Dat kon niet anders. En dat hij dat noodzakelijk deed, heeft als consequentie, als blijde consequentie, dat onze aanwezigheid in deze wereld een doel heeft. En dat doel van het bestaan van de mens, dat is daarmee vastgelegd. Het enige wat jij als mens te doen hebt, is dat je een vervulling geeft aan dat doel van de Almachtige, die wilde dat jij zou leven. Daarin zit jouw vervulling van je eigen geluk. Dat besef dus. En dat je daarbij sterft. De lichamelijke dood. Ja, amen. Jij participeert als een heel klein elementje in een heel groot proces. En jij moet meedoen aan dat grote proces. En niet aan lid worden van een politieke partij. Die dan zegt, wij gaan de grootste politieke partij worden. En dan kunnen wij gaan bepalen wat de wetten worden. En dan heb je een doel vervuld. Nee. Dan kom je erbij. De vervulling van jouw leven is dat jij participeert in het proces wat zal leiden tot een hele mooie wereld. Een wereld zonder koningen. Een wereld zonder overheersers. Dat wordt een wereld waarin ieder mens mag handelen. In de zin van economisch handelen. Waarin ieder mens mag produceren. Waarin ieder mens een verantwoordelijkheid kan dragen over een fabriek of een stuk grond. Of een visserijboot. Vissersboot, of maakt niet uit. En dan heb je mensen die vraag je dan om te komen helpen met het vissen of het inzaaien van het land. Of dan ben je een werkgever. Maar dat is dan maar gewoon een functie die je hebt. En in die wereld zal je mensen hebben die verantwoordelijk zijn voor heel veel. En je zal mensen hebben die zijn verantwoordelijk voor heel weinig. En verantwoordelijk zijn voor iets zal gelijk staan aan dat wat we nu noemen eigenaar zijn. Dus eigenaar zijn is niets meer dan verantwoordelijk zijn voor iets.
Dus dat maakt het dan ook heel gelijkwaardig dat iemand is dan verantwoordelijk voor heel veel dingen. En die mensen die hij dan vraagt om hem te komen helpen, die zijn dan niet verantwoordelijk voor heel veel dingen. Die zijn alleen maar verantwoordelijk voor het werk wat ze moeten doen. Voor een heel klein dingetje. En dat de ene mens zegt van, ach, zeg mij maar wat ik moet doen. En dan doe ik dat. En dan heb ik het gehad. En andere mensen zullen zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel verantwoordelijk zijn voor heel veel dingen. Dus dan krijg je heel grappig gezegd, er is zo'n spreekwoord van rijk en vermogend zijn, dat is een keuze. Nou, dat komt zo dadelijk. Dat wordt een keuze. Dan wordt aan mensen dan gevraagd van, wil je de verantwoordelijkheid dragen voor deze fabriek of voor deze landbouwgronden of voor die en die apparaten? En dat iemand dan zegt, ja, dat wil ik wel. En dan is die eigenaar, wat we nu noemen eigenaar, van al die dingen. En de rest denkt dan, hé, mooi zo. Dan zijn wij van die verantwoordelijkheid af. En geld, hè, iets als creditos, dat zal nog steeds bestaan. Wat niet meer zal bestaan is dat je, als je geen geld hebt, dat je dan gaat creperen. Dat niet. Waarom? Dat is niet handig. Het is niet handig om bijvoorbeeld het feit dat een mens kan een tijd lang niet kunnen werken. En die moet wel eten. Maar die mens heeft dus geen geld. Ja. Dan gaat hij op krediet. Krijgt hij dan zijn eten. En toiletpapier. En wasmiddel. En een wasmachine. En dan ga je alsmaar meer en meer en meer in het rood. En hoeveel rood mag je staan? Oneindig. Alleen in die situatie kan je niet hele dure producten gaan kopen. Maar gewoon dat wat je nodig hebt, ja, waarom niet? Een mens heeft nu een keer minimale dingen nodig. En dat krijg je dan. Terwijl je niet werkt. En iedereen die wil werken, die krijgt daarbovenop dus de ruimte, het geld om extra's te kopen. Dan kan je wel een dure whisky kopen of iets anders. Die wereld die komt. Dat wordt heel bijzonder. We krijgen dan ook een wereldregering, by the way. Maar dat wordt een, ja, dat wordt een raad, een overleg. En die publiceren. En wij kunnen allemaal kijken waar de raad het over heeft. En wat de raad heeft afgesproken. En hebben daar in principe niet veel mee te maken. En de raad die wordt gekozen door de deelgebieden. En ieder deelgebied heeft ook weer op dezelfde manier een raad. En die raad wordt gekozen door de delen van de deelgebieden. En dat gaat helemaal omlaag naar het allerlaagste niveau. En dat is de buurt.
En zo'n zitting in zo'n raad. Ja, dat kan je er ook bij doen. Het is niet iets wat een macht oplevert. Ja, iedere buurt, ieder stukje grond waar mensen wonen, ja, daarbinnen wordt economisch geproduceerd. En produceert een regio meer dan dat ze zelf hoeven te consumeren, dan kunnen ze die geproduceerde overproductie gaan verkopen aan andere gebieden. En dan wordt zo'n regio rijker dan de andere gebieden qua geld. En dan kunnen ze daar weer dingen voor terug gaan kopen. De economie zal niet meer gereguleerd worden. Dat is noodzakelijk zo, namelijk, want dat is optimaal. Economische activiteit moet je niet reguleren. En wat we nu hebben met zo'n staat, zoals hier in Nederland, dat is regulering van de economie. Dat moet je helemaal niet hebben. We hebben zelfs een ministerie van landbouw. Dat slaat nergens op. Kijk, die boeren die zijn eigenaar van dat land. En dus zijn die boeren verantwoordelijk van dat land. Die zijn de verantwoordelijke van dat land. Die zijn dus ook verantwoordelijk voor dat land. En dus krijgen die boeren de zeggenschap over wat er gebeurt op dat land. En niet een ministerie in Den Haag. Die gaat bepalen hoeveel koeien er op een vierkante millimeter mogen staan. Dat bepalen de boeren lekker zelf. En als jij vindt dat een boer dat niet goed doet, nou, in die nieuwe wereld gedacht, nou, dan is het de hoogste tijd dat jij verantwoordelijk wordt voor een stuk grond. En dan kan jij laten zien hoe jij vindt dat het moet. En als dat beter werkt, nou, dan is het toch allemaal goed. Dan geef jij het goede voorbeeld. En dan concurreer jij die andere boeren die het in jouw ogen niet goed deden, die zal je er dan uit concurreren, want jij doet het veel beter. Nou. En het ministerie van Landbouw, ja, gaat toch weg. Hoe kunnen nou mensen tegenwoordig dan, hè, met zo'n ministerie van Landbouw, die zitten dan in Den Haag en Zoetermeer, zitten ze te vergaderen met van die koffie uit van die koffiezetautomaten, met allemaal eco-koffie, met een biocertificaat, en dan gaan ze zeggen, ja, zoveel stikstof. Ja, denk daar eens even over na. Dat heb je straks niet meer. De staat, dat zal teruggebracht zijn tot justitie. Dus als jij als boer, maar ik kan het me niet voorstellen hoor, maar stel dat jij als boer overlast veroorzaakt, dan krijg je te maken met justitie. En justitie zal niet tegen jou gaan zeggen dat jij, hoe jij je boerenbedrijf moet gaan runnen. Nee, justitie zal tegen je zeggen, jij gaat die overlast verminderen. En het hoeft niet per morgen voorbij te zijn, maar wel tussen nu en zoveel. En doe je dat niet, dan ga je een schadevergoeding betalen aan degene die jouw overlast over zich heen gestort krijgen. Dat is dan de staat. Dus justice, justitie. En luister je dan alsmaar niet. Ja, uiteindelijk word je aangepakt met geweld. Ja, je mag niet zomaar een ander overlast veroorzaken. Dan ben je helemaal gek geworden. Maar nu wordt er dan gezegd dat de boeren in Nederland, dat die overlast veroorzaken,
Omdat de koolmeesjes op de Hoge Veluwe, die hebben gebroken pootjes. En dat is de schuld van de boeren. Maar dat kan helemaal niet. Want de boeren in Groningen, die krijgen de schuld voor de gebroken pootjes van de koolmees op de Hoge Veluwe. Maar de wind in Nederland is hoofdzakelijk zuidwestenwind. En hoe kunnen nou de koolmeesjes op de Hoge Veluwe last hebben van boeren in Groningen? Als de wind vanuit Zeeland komt. Moet het dan via het grondwater gaan of zo? Dat het grondwater in Groningen verontreinigd wordt door boeren. En dat grondwater dat zakt dan af naar de Hoge Veluwe? En dat kan helemaal niet. Want het heet de Hoge Veluwe. En water stroomt niet omhoog. En nu zijn wij zo verdwaasd dat we dat soort eenvoudige waarheden niet inzien. En het ministerie van Landbouw zegt dat de boeren in Groningen moeten worden aangepakt, want de koolmeesjes op de Hoge Veluwe hebben gebroken pootjes. En dan denken wij, ja, wat een stoute boeren zeg, daar in Groningen. Dan moeten echt regels komen. En dan krijgen die boeren weer nieuwe regels opgelegd. Dat is belachelijk. En straks heb je dat niet meer. Maar dat zal pas komen als wij van die koningen af zijn. En daar zijn wij nog lang niet aan toe. Wij hebben een koning nodig. En wij accepteren nog niet dat mensen slecht zijn. En koningen ook. En de koning die we nu hebben hier in Nederland, dat is een slechte man. En zijn vrouw is een slechte vrouw. En zij besodemieteren ons met z'n tweeën. Het was niet zo lang geleden dat er moest een verbouwing plaatsvinden. En dan zou onze koning, die zou geen kantoor meer hebben om zijn belangrijke dingen te doen. Ik zou echt niet weten wat die man dagelijks moet doen. Jij wel? Maar hij moest dan belangrijke dingen doen. En er moest voor hem een tijdelijk kantoor worden gebouwd. Ergens in zijn tuin. En zo'n tuin is dan al rustig 300 bij 300 vierkante meter of zo. Nee, 300 bij 300 meter. Dus, 1000 vierkante meter. En er moest dan een kantoortje in opgetrokken worden. En wij hebben dat kantoor betaald. En dat kostte 500.000 euro. Wij hebben een slechte koning. Kijk, hadden wij een goede koning gehad, dan had hij, als die verbouwing gaande was en hij moest zijn kantoor ergens anders hebben. Nou, wat is nou het kantoor van een koning? Hij moet wat archiefkasten hebben voor zijn ordners. En een bureau. En een computer. Meerdere computers. Een goede internetverbinding. En een zithoek. Voor de mensen die bij hem op bezoek komen. Nou, het zou leuk zijn dat hij ook een koffiedame heeft. Heb je het gehad?
Nee, die koning van ons, die moet een optrekje hebben. Alleen het bouwen van het optrekje kostte dus eenmalig een half miljoen. Nou, moet je kijken wat het dan nog per dag gaat kosten. Hij heeft een ding laten optrekken van een half miljoen op zijn eigen grond. Nou, dat is een behoorlijk kantoor. Hij is een slechte man. Die het niet uitmaakt dat hij een kantoor laat bouwen van een half miljoen. Betaald door mensen. Ja, zoals ik. Ja, vroeger verdiende ik nogal wat geld, maar dat is nu niet meer. En wat ik nu verdien, ja, mijn collega's die verdienen dat loon al. Maar ik heb er eentje en die kreeg laatst een jubileumuitkering dinges. En toen hebben we nog gebak gegeten met z'n allen. Ja, hij werkte er toen 25 jaar. 25 jaar. En dan uit zijn zak, onder andere, wordt zo'n kantoor opgetrokken voor de koning. Maar dat kan niet. En onze koning vindt dat helemaal geen probleem. Onze koning gaat ook regelmatig op bezoek bij de Heilige Vader. Dat doe je toch niet? Dan ben je niet goed snik. Dan ben je een slechte koning. En dan wil ik niet zeggen dat Willem-Alexander een slecht mens is. Het is een slechte koning. Als functie is het dan, zie ik dat dan. Een koning heeft een bepaalde functie. En nou, doet hij dat goed of doet hij dat niet goed? Nee, ik zeg dat hij dat niet goed doet. Ik wil helemaal niet dat de koning van Nederland eens in de zoveel tijd naar het Vaticaan afreist. Om daar hallo te zeggen tegen een stuk verdriet met een puntmuts. En jij misschien wel, en dan hebben we toch een probleem als we wonen in hetzelfde land. Want ik zal het nooit eens worden met jou. George Walker Bush, George W. Bush, die heeft gezegd op de Amerikaanse tv dat hij Benedictus de 16e, was dat toen. Dit heeft hij gezegd in 2008. En toen was Benedictus de 16e nog paus. Toen heeft hij gezegd dat Benedictus de 16e God was. En Willem-Alexander, onze koning, die is van hetzelfde hout gesneden als George W. Bush. Ik denk als je Willem-Alexander zou vragen hoe hij daarover denkt, dat hij eerst zal proberen om ermee weg te komen zoals Donald Trump dat ook doet. Door te zeggen van ja, ik vind het eigenlijk een hele aardige man en hij is iemand en die staat voor vernieuwing en modernisering en hij staat open voor de zwakkeren en zo. Hè? Dat zal hij allemaal gaan zeggen. Maar als je hem die ruimte niet geeft en je zou hem dwingen dat hij zich moet uitspreken of Franciscus de Eerste gelijk staat aan God, ja of nee, dat Willem-Alexander zal zeggen van ja, als je het zo duidelijk wil weten en je moet ik echt antwoord geven op de vraag en zo, dan zal Willem-Alexander zeggen van nou ja, zo gesteld, zo zwart-wit gesteld, zeg ik ja.
En dat betekent dat Willem-Alexander een slechte koning is. Dat ook. Maar ook als je kijkt naar wat hij doet. Namelijk helemaal niks. Beetje fotosessies geven. En meer niet. Zijn vader. Nee, niet zijn vader. Dat was Klaus. Hè? Maar zijn opa. Die heeft toen 10 miljoen gulden in eigen zak laten wegvloeien. Dat waren steekpenningen. Van een vliegtuigfabrikant. En dat is dezelfde vliegtuigfabrikant die nu bezig is om de F-35 te maken. De Joint Strike Fighter. De vliegtuigfabrikant die nu dus een contract heeft met de Nederlandse overheid voor de levering van de F-35. Dat vliegtuig wat ongetwijfeld nog een keer gaat komen, mag je hopen. Maar daar zijn ze al heel erg lang mee bezig. Maar die vliegtuigfabrikant heeft destijds 10 miljoen aan steekpenningen betaald, aan smeergeld, aan de opa van onze koning. Dat is slecht. Ik ben nu niet iets wereldschokkends aan het zeggen als ik zeg dat dat slecht is. Want dat is het. En wij vinden dat nu niet erg. En wat wij wel erg zouden vinden nu is dat wij deze slechte koning kwijt zouden raken. Want wij zijn dan bang voor dat wat ervoor terug gaat komen. En ik denk dat dat terecht is. Want als je alleen maar Willem-Alexander zou afzetten, wat niet kan, denk ik. En wat krijg je dan voor terug? Ja, er staan er wel 10, 20, 30, 40, wat zeg ik, 500 mannen staan te trappelen om dat fijne baantje over te nemen. Waar wij mee moeten stoppen is dat wij een koning willen. Maar dat willen we al zo lang. Dat willen we al sinds de dagen van Babel. En wij zoeken in plaats van de geborgenheid van ons bestaan in het feit dat dat bestaan nu één keer per definitie geborgen is. En dat besef, dat is je geloof. Maar dat zijn wij kwijtgeraakt. Of daar hebben wij afstand van gedaan, dat doen we niet meer aan. En dan moet er een nieuwe geborgenheid komen. In de zin van een pensioengarantie of een AOW-verzekering. En daarmee hebben wij die koning gekregen. Want die zorgt daar dan zogenaamd voor. Maar niet heus. Tje. En dan nu met die coronatoestand, nu wordt het wel heel erg. Nu gaan ze wel heel erg slecht voor ons zorgen. Maar dat was te verwachten. En omdat het in de Bijbel stond en staat, kan je ook niet zeggen, ja, we wisten het niet. Want dat wist je wel.
Je kan een statenvertaling kopen hier om de hoek voor €15,40. En als je Engels kan, dan kan je een King James kopen voor €8,95. En als je zelfs dat niet hebt, dan hoef je maar te kikken en dan krijg je er eentje gratis bij de eerste beste kerk die je bezoekt. Vraag dan wel om een van die twee. En niet om een Bijbelvertaling met fratsen. Dus geen NKJV of een NIV of een NEV of een Goed Nieuws voor U Bijbel of... Dat zijn zoetgevoiste poëtische schrijfsels. Of je leert Hebreeuws en dan pak je de Tanach erbij. En vervolgens leer je Grieks en dan pak je de Griekse boeken erbij. Het Nieuwe Testament. Maar dat is wel heel veel werk. En de Statenvertaling is, voor zover ik weet, verschrikkelijk goed. En dat geldt voor de King James ook. And that's it. En voor de rest is er niks. Ja, de Upanishads heb je nog. Er staan wel toffe dingen in. Maar de Bijbel vertelt je meer over hoe je als samenleving moet denken. En waar je je hoop op mag richten. Het vertelt meer over een ontwikkeling. En dat staat in de Upanishads niet. Bij mijn weten. Kijk ik naar de individuele mensen zoals Mira en die collega van mij. Dan heb ik met die mensen echt te doen. Niet met de mensheid, hè? Maar met die individuele mensen die ik ken. En dan de mensen die... Deze twee mensen vind ik dan heel goed bedoelend. Het zijn goedwillende mensen. En dan wordt het wel heel bitter. Ik ken ook mensen in mijn directe omgeving. Dat zijn zulke stukken verdriet. Zulke eerloze mensen. En daar heb ik niks mee. Waarom zou ik? Die mensen moeten tot inzicht komen, die moeten berouw gaan tonen. Maar dat gaan ze voorlopig niet doen. Tja. En dan wordt het niet beter. Nee, nee. Maar het wordt wel beter, uiteindelijk. En wat ik hoop, is dat deze crisis die we nu hebben, dat die echt de doodsklap wordt voor de Nederlandse economie. Want dat zou wel helpen, denk ik. In het bespoedigen dat die wereld komt waar ik het net over had. Waarin iedereen die wil handelen en wil werken, dat die mag handelen en dat die mag werken.
En waarbij de kleinste eenheid van staat, dat dat de buurt is. Ja, iedere buurt krijgt een buurtoverleg met een buurtoudste, een buurtvoorzitter. En de buurtvoorzitters die hebben ook weer overleg. Interbuurtoverleg. En dat heeft dan ook weer een voorzitter. En als je daarvan 7 lagen op elkaar legt, ik heb dat een keer uit zitten rekenen met mijn rekenmachine, heb je 7 lagen op elkaar, en dan is de bovenste laag, is dat wereldoverleg. Dan is alles stabiel. En voordat dat komt, moeten eerst alle mensen die egoïstisch zijn, die materialistisch zijn, die liegen, die het niet nauw nemen met de moraal, die moeten eerst weg. Dat staat in de Bijbel ook. En het is logisch. Je kan niet een eenheid hebben in een samenleving van mensen waarvan de ene helft voor zichzelf gaat en de andere helft die gaat voor iedereen. Ook voor de mensen die voor zichzelf gaan. Dat kan niet. Want dan gaat dat deel van de mensen dat voor iedereen gaat, die gaat zich doodwerken, doodbloeden voor die andere helft die alleen maar om zichzelf geeft. Dus zo'n stabiliteit dat je al die regels over dat een boer die mag maar zoveel stront genereren en dit mag maar. Als je al die regels los wil laten, dan kan het alleen maar in een samenleving waarin iedereen geeft om een ander. Waarin iedereen gaat voor het grotere belang. Waarin iedereen zich zorgen maakt over de vervulling van zijn eigen leven. In plaats van zich zorgen te maken over het feit of de kinderen van de buren wel een vaccin hebben gehad. En dat klopt niet. Dat snap je toch? Tja. En ik ben heel erg verbaasd van de kracht waarmee ze deze crisis hebben ingezet. En ik respecteer die lui in die zin dat ik ervan uitga dat ze dit heel goed hebben uitgedokterd. En ik denk dus dat het niet zo is dat ze hun hand nu aan het overspelen zijn en dat ze uit zullen gaan glijden. Ik denk dat dat wat ze voor elkaar willen krijgen, dat dat gaat lukken. Maar ik wist niet dat ze al zo machtig waren. Ik denk ook wel dat met die aanslagen van 11 september, dat ze met veel voldoening hebben geconstateerd dat zo goed als iedereen het officiële verhaal geloofde. Terwijl het officiële verhaal van 11 september, dat is te gek voor woorden.
Ik denk dat zij daar ook uit geconcludeerd hebben van oké, dus dit werkt. Nou, dat is mooi. Dan hoeven we dat niet meer te doen, dan hoeven we dat ook niet meer te doen. En dan is dit en dit en dit is dus allemaal al klaar. Omdat ze daar dus ook echt heel blij mee waren. Met onze domheid. Ook die van mij, hoor. Want ik geloofde dat verhaal van die aanslagen, dat officiële verhaal, dat geloofde ik ook. 100%. Maar nu zijn we 20 jaar verder. En ja. Dan heb je dus de architects en engineers voor 9/11 Truth. Met Richard Gage. Maar die komen geen sikke pit verder. Nee, vind het gek, want een van de participanten, want die hebben dus ook een hiërarchie. Hè? Die zitten ook daarboven in die club. Er zit ook weer een raad die overlegt. En daar zit een jezuïet in. Of iemand die gelieerd is aan die jezuïeten. Die het niet erg vindt dat er jezuïeten zijn. Juh. Er is in het bos is een vrouw verkracht. En dan ga je een comité oprichten wat uit gaat zoeken wie de verkrachter is. En dan heeft de verkrachter, die heeft ervoor gezorgd dat een aantal van de onderzoeksleden van de commissie, dat vriendjes van hem zijn. Ja, dan komt het comité natuurlijk nooit met de naam van de verkrachter. Hé? Hey? Want het waren de jezuïeten die die aanslagen hebben geregeld. Of die hadden daar een hoofdaandeel in. Of... Maar die waren er tot over hun oren in bij betrokken. Ik heb het boek Codewoord Babylon besteld. En men zegt dat daarin het verhaal staat over de wijze waarop de jezuïeten dit hebben geregeld. Ik ben benieuwd. Het was een behoorlijke aanslag op mijn portemonnee. Het staat voor mij gelijk aan 7 uur lang werken. Maar ja, het is maar geld. We zullen het wel gaan zien. Ik weet zeker dat dit hele gebeuren heeft al positieve effecten. Dat weet ik zeker. Die effecten zijn klein, maar dat maakt niet uit. Kijk, een probleem wat we hebben met Babel, of Babylon, als je dat liever hebt, dat is hetzelfde. Babel is Hebreeuws en Babylon is Nederlands. Of Babylon op zijn Engels. Maar dat probleem met Babel, dat hebben wij ongeveer zo'n beetje, schat ik, op, hebben we al 5000 jaar. In vroege tijden had je ook regio's die helemaal
niet onder Babylonisch bestuur stonden. En dat heb je nu niet meer. En nu is Babylon echt over de hele wereld uitgerold. En nu kunnen ze gaan doen wat ze willen. En dan doen ze zoiets als dit met die corona. En leggen ze de economie plat. In eerste instantie voor 3 weken. Ja. Ik ben heel benieuwd naar 6 april. Want dat is dan de einddatum van deze lockdown. Deze economische onderdrukking. Ik vraag me af of het dan na 6 april plotseling allemaal weer, alle winkels weer open, iedereen weer lekker op het terras zitten en dat we weer lekker doorgaan. Dat lijkt mij niet. En er zijn ook mensen die zeggen van nou, dit gaat nog wel een paar maanden duren. Ik denk zo, nou. Nee, maar dat wordt feest. Het feit blijft dat we zonder meer op termijn een nieuwe wereld krijgen onder een nieuwe hemel. Dat kan niet anders. Babylon heeft nog nooit een regio waar ze de baas was duurzaam kunnen besturen. Rome is weg, bijvoorbeeld. Rome, dat was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Nou, die rijkdom van Rome, die is er niet meer. Het Colosseum, dat is een ruïne. En dan in Vaticaanstad heb je nog wel pracht en praal, maar dat is 2 bij 2 kilometer of zo. Met een hele dikke hoge muur eromheen. Ha. En Italië zelf is een land dat is enorm armoedig. Ja, want dat gebeurt overal waar Babylon de baas is. Daar treedt armoede op. Want zo werkt Babylon. Ja, dan brengen ze de hele wereld aan de bedelstaf en wat dan? Ja, dus in vroege tijden kon Babylon vermogende, economisch goed draaiende regio's overnemen. En dan heb je in eerste instantie, kan je er lekker toegevoegde waarde uitpompen. Maar ja, als het gebied uitgemergeld is, dan kan je er ook niks meer uitpompen. En dat is het probleem wat Babylon gaat krijgen, maar dan op wereldniveau. En ze kunnen moeilijk dan gaan verkassen naar de maan of naar Mars om te kijken of ze daar nog toegevoegde waarde kunnen roven. Nee, dan zullen ze 7 miljard bedelaars voor zich laten werken. Ze hebben daadwerkelijk geprobeerd om boeken die dan de geschiedenis verwoorden, om al die boeken weg te halen, te elimineren, te verwijderen uit bibliotheken. Maar ja, dan heb je nu zo'n boek, codewoord Babylon. En dat is geschreven in 2010 of zo. En hoe wil je dat boek elimineren?
als ik het nog gisteren een heel gloednieuw... Nee, een tweedehands exemplaar. Maar heb kunnen bestellen. En daar ga ik denk ik uit voorlezen. En bespreken. En al mijn uitzendingen die staan op YouTube. En dat kanaal dat zal op een dag mogelijk, als er te veel naar gekeken wordt, wordt dat kanaal uit de lucht gehaald. Maar er zijn kopieën van al mijn beschouwingen. En ik vertel niet waar die staan. En die duiken wel weer op. Want ik heb ervoor gezorgd dat die kopieën opgeslagen zijn onder een operating system, te weten Unix. En dat betekent dat die kopieën nog heel erg lang leesbaar zullen zijn. Want Unix bestaat al sinds de begin jaren 60. Van de vorige eeuw. Dus het bestaat 80 jaar al. Unix gaat niet weg. En het bestandsformaat is MP4. Nou, MP4 dat is voorlopig nog leesbaar. Dat zal altijd leesbaar blijven, denk ik. En de waarheid is datgene wat gelijk staat aan die wil. Dus je hoeft je maar geen zorgen te maken. Het is de waarheid die de weg is en de waarheid die het leven is. Het leven. Dat is zo. Is nooit anders geweest. En wij in ons bestaan, wij mogen de waarheid ervaren. Als we sterven, is er alleen nog maar waarheid. En ja, hoe kan je nou de waarheid ervaren als er geen leugen is? En nu kunnen wij die waarheid zien in al die gruwelijkheid. Als je de waarheid wil zien, heb jij die mogelijkheid. En geloof me op mijn woord als ik zeg dat die wil, die waarheid, die het leven is, die is op zoek naar jou. Die is op zoek naar jou als je al door hem gevonden bent om jou te vertellen wat je moet gaan doen. Als volgende stap. Of die is op zoek naar jou omdat jij verloren bent. In beide gevallen is die waarheid op zoek naar jou. God dus. En al die mensen die sterven, en die creperen en ja, die wilden niet gevonden worden door God. Die waren eigenwijs. In die zin, ze waren zelf wel wijs. Maar je bent zelf niet wijs. Dat snap je wel als je gevonden bent door de waarheid.
Dus ter afsluiting, er is niets om je zorgen over te maken. Het komt allemaal goed. En jij bent nu in leven, terwijl er donkere wolken aan de horizon staan. Ja, nou en? Wat is daar nou weer het probleem mee? Het is God zijn wil geweest die dit heeft gewild. En daar zal die man wel een reden voor hebben. De profeet Jeremia in het Oude Testament, die heeft daar wat dingen over gezegd. Dus dan heb je wat te doen de komende dagen. Moet je een King James kopen of een Statenvertaling? Of je doet het online en dan ga je online zitten lezen. Ik vind het zelf niet zo lekker lezen, maar als je geen geld hebt. Of je zoekt op YouTube naar een bijbelleraar. Er zitten er een hele hoop tussen, die zijn erg vaag. Maar daar kom je dan wel achter. De bijbelbesprekingen die ik samen met Jurk en Michael doe, in het Nederlands, ook in het Duits en in het Engels, we doen het drietalig. Nou, daar zit een leuke tussen hoor. Ik heb daar veel van geleerd. De kennis van het verleden is belangrijk. Om te kunnen zien waar we nu in balans zijn. Want hier is een heel proces aan vooraf gegaan. En neem maar van mij aan, wij kunnen dit niet keren. Wij kunnen het accepteren. En de wil van God zijn gang laten gaan. En niet vrezen voor je leven of je bestaan. Dat is God niet waardig. Je zou kunnen zeggen, God heeft niets aan mensen die gehecht zijn aan hun privé. Dat vindt hij egoïstisch. En daar heeft hij een hele goede reden voor. En als jij dat nog niet begrijpt, dan komt dat omdat je dat nog niet begrijpt. Maar dat zal je wel begrijpen. Als je gevonden bent. Ja? Ga maar lekker slapen. Er is niks aan de hand. Tschüss.